En het hoogste punt van België is nu een trapje, namelijk 700 meter. Maar fijn, dat zo. Is dat een gunstige evolutie, Freek? Want jij zegt al, jij bekijkt altijd de mens. Wij hadden daarnet al een beetje folkloristisch België-Nederland. Nu gaat hij nog een beetje... Tweesprong. Oh, sorry. We moeten hier even... Tweesprong. U weet ook eens wat het is onderbroken te worden. Zo. Dames en heren, ik zal mijn tweespronggast van vanavond... Het is misschien toch wel aardig om daar nog even antwoord op te geven. Deze camera zal wel staan. Zeg het me. Nou, wat hij daar allemaal vertelt, dat komt bij mij als volstrekte wartaal. Ik begrijp er helemaal niets van. Ja. Maar jullie hebben nog, België bestaat niet alleen uit Vlamingen. Dat is wat ik er zo'n beetje uit begrijp. Daar zijn we vanavond ook achtergekomen. Ja. En het hoogste punt is 700 meter. Vond u dat interessant? Ja, bij ons is het 300. En u wilde het over de mens hebben eigenlijk? Nee, ik wil het niet over de mens hebben. Goed. Gaan jullie nog even rustig zitten in de zetel? Nee, dat hoeft niet. U mag blijven staan. Laat mij maar staan hier. Ja. Ik zal... Nu moet u even een basisles bijbrengen. Je staat wel een beetje in de weg voor een van de camera's. En die moet daar... kijk. Schieten. Dus ga je daar even... Ja. Zo. Even kijken wat het geeft. Ja. Zo zijn we er allemaal in. Zo, dames en heren, dit is onze tweespronggast van vanavond. U zag hem even op de rug. Reddy de Meij, daar straks al even aangekondigd. Onze geliefde TV1 journaalman. En wij gaan dus een spelletje tweesprong spelen. We hadden hier een lijstje gekregen van onze redactie, maar we hebben dat al lichtjes aangepast. Niet te veel hulp gekregen van de tribune, moet ik zeggen. Ik denk dus dat er een paar dingen verkeerd zullen gaan, want in beeld zal onderaan telkens een pronostiek komen. Dus die moet u een beetje vergeten. We hebben geen pronostiek, we weten dat niet overeenkomt. Maar goed, we gaan eraan beginnen. Goed. Maar wil je het in het midden leggen, Mark? Want ik heb geen aangepaste vers. Meneer, wie moet ik zeggen? De Meij? Ja, zeg maar de Meij. Meneer De Meij, bent u er klaar voor? Helemaal. Wilfried Martens of Mieke Vogels? Geen twijfel, Mieke Vogels. Ja, Danny Verstraten. Ja. Danny Verstraten of Karel Huijbrechts? Karel Verstraten. Mijn geweten zegt Karel Verstraten, ja. The Herald of Free Enterprise of de Amoco Cadiz? Als ik toch moet kiezen, de Herald of Free Enterprise, ja. Journaalpresentator of half in beeld bij reportages? Half in beeld bij reportages. Ja, langs hier heb ik net precies zicht op het eerste journaal. Dat is echt zo... Het is dit beeld zo. Van de krullen afgezien, ja. Zo herken ik u eigenlijk. Moet er een beetje streng blijven, hè? Ja. Het spelletje moet streng Chinees worden gespeeld. Chinees of Pekinees? Chinees. Bavo Klaas of Jan Bikaus? Jan Bikaus. Beroemd of dik betaald? Helaas, niet dik betaald. Groot of slank? Mollig. Gele kaart. Helaas moet ik u een gele kaart geven. Nog één keer en u wordt weggerold. Zoals in het voetbal. Bril of lenzen? Bril. Intellectueel of volksjongen? Volksjongen. Story of knak? Story. Cas of Jan? Jan. Een tussenvraag. Waarom koos u Story boven het nogthans beter aangeschreven kwaliteitsblad Knak? Omdat ik van Story nog zenden te goed heb. En als ik zou zeggen dat ik de andere verkies, dan krijgen ze het misschien niet. Proficiat voor uw eerlijkheid, meneer De Meij. U koos Jan Bikaus boven Bavo Klaas. Waarom? Wel, het krioelt op de redactie van een aantal intellectuelen, alle mogelijke universitaire strekkingen. En daar lopen maar twee regenten rond, dus van opleiding. Voor zover ik weet, Jan Bikaus en ikzelf. En ik vind dat ik die kleine fractie, dus die niet aan de bakken mag komen bij politieke debatten, maar twee man, dat ik die hier moet vertegenwoordigen. Meneer De Meij, de 13e vraag. Pompidou, François of Marcel? François.
George, meneer De Meijer. Dank je wel. Het waar is, een staatsbedrijf er al mee klaar is, Radio 5. Ik zweer u, het is niet niks, na de notaris, nu ook net X. De BRT toch, ook eens bij de pinken. Al weet men nu nog niet hoe het gaat klinken. Eigen budgetten, al of niet vedetten. Het wordt commercieel, maar niet te veel, ach zo. Het wordt weer krakelen tussen de twee, de commerciële, de BRT. Ik zweer u, Leo en Kaas, het kan mij niet schelen, uw kleuterklas. Het moet eruit, ja, ik kan niet langer zwijgen. Ik begin weldra het net op mijn eigen. Radio Lottie, ik maak mezelf mascotte. Ik zing en ik spreek, ik start deze week, shake, shake. Radio Lottie, van vroeg tot laat. Radio Lottie, uw thermostaat. Uw volbloed, DJ Helmoet. Radio Lottie, die doet het goed. Radio Lottie, u wees gegroet. Radio Lottie, steeds in the mood. Radio Lottie, tot in. Gedaan zeker, nemen we aan. We zitten hier nog wel met onze goudjes. Nu moet normaal de beoordelaar komen. En als ik een gokje mag doen, dat zou wel Rick de Zadeleer zijn, zeker? Jullie mogen zichzelf beoordelen. Origineel, hoor. Dat hebben we al eens gedaan met Mieke Vogels. Maar goed. En Mark, wat vond je ervan? In het begin vond ik het wel goed lopen. Johan Antiris vond ik het leukst. Die had langer mogen blijven. Daar voelde ik mij onmiddellijk mee in mijn sas. Met Freek had ik graag... Ja, het is te moeilijk. Hij begint dan op een bepaald moment over de mens en zo. Dan heb ik zin om... dan denk ik, ja, wij zijn ook maar een spelletje aan het spelen natuurlijk met Belgen en Nederlanders. En dan heb ik de neiging om te denken van... Oh, maar ik moet de mens ook even een kans geven om iets over hem te zeggen. Maar dat is eigenlijk niet echt de bedoeling. Zie je? Dus eigenlijk val ik dan tussen twee stoelen. Ja, sorry mannen, maar de tijd is om. Panorama komt eraan. Paul Muis is het echt vol ongeduld te wachten. Wat vond u ervan, Gert? Ik vond het schitterend. Echt. En uw hond, was die tevreden? Ik heb hem nog niet gezien, maar ik zal het straks direct vragen. Is het waar dat jij een verhouding hebt met die hond? Wat denk je? Ik denk van wel, eerlijk. Ik denk dat hij nu onder de bloemmak zit, als ik eerlijk mag zijn. Kunt u dat zien aan mijn gezicht misschien? Ja, een klein beetje wel. Ja. Nee, maar ik heb nog een andere belangrijke mededeling. Het is zo dat we niet weten waar Wouter heel de week heeft uitgehangen. Maar we weten wel waar Mark heel de week was. En dat was namelijk in het zuiden van Frankrijk. En wij hebben wel een reporter meegestuurd. Kijk maar. Dames en heren, een paar weken geleden had Mark uit te roeven een boeiend interview met niemand minder dan Madonna.
U zult u nog herinneren dat ze toen beiden naar het privéleven van Wouter van den Nauten wensten te peilen. Maar Mark, vele kijkers zijn geïnteresseerd om iets te weten over uw eigen privéleven. Hoe is Mark Uiterhoeven nu privé? Hij is rustig, bescheiden en geniet van zijn leven. En hij weet wat hij wil. Soms zegt men wel eens, Mark Uiterhoeven is een oppervlakkige type. Dat is ook nog een geweldige vraag. Soms zegt men wel eens, Mark Uiterhoeven is een oppervlakkige type. Ho, waarom reageert je zo gepikeerd? Eigenlijk kom je voor de rust en de stilte. En jij stelt de hele tijd vragen. Wel goed, dan stel ik het maar op de man af. Hè. Mark Uiterhoeven. Bent u, ja dan nee, een vrouwenloper? Nee. Nooit geweest? Nee, nooit. En u zult nooit een vrouwenloper worden? Nee, voorlopig komt het ervan. Enfin, echt zoeken. Als het zich meer of meer aanbiedt. Ik zoek wel een beetje. Niet echt gepassioneerd. Ik krijg het land niet af op zoek naar alle... En wat men over u en Wouter... beweert of zegt, klopt dat allemaal? Ja, natuurlijk. Dus dat is ook al niet zo geweldig gezien. Zijn er dan daar tijd genoeg voor? Daar moet je niet tijd voor hebben. Daar moet je talent voor hebben. Niks zegt dat ik daar talent voor heb. Niks, absoluut niks. Ik wil onze pronostiek nog openmaken, maar we gaan niet ver lopen, vrees ik. Ik had gezegd... mijn dochter, Louis Tobak, Goedele Liekes, Wilfried Martens, Cas Goossens. En Wouter had gezegd, Mark de Grijze, Eddy Plankaert, Paula Dont, Mark Stassijns en Walter Capiot. Dames en heren, we hebben serieus verloren vandaag. Maar niet getreurd, tot volgende week. En u weet hoe wij dat hier zeggen. Chamaillé! Zijn uitgezongen. In Incredibile staan twee agendapunten centraal. De actualiteit en Felice. Laat die potverdekken nog maar 202 keer goed gaan, hè? Incredibile. Woensdag om 10:55 op TV1. Ja, hier zitten we terug. In Panorama nu twee pakkende reportages. Eén over verdwijningen van jongeren onder de 18, een onderwerp dat nu meer dan actueel is. En een andere reportage over de vroegere Oost-Duitse grenswachters die verantwoordelijk zijn voor de dood van 200 mensen. Alles daarover verneemt u nu van Paul Muis. Dames en heren, goedenavond. We beginnen deze uitzending met een reportage over een onderwerp dat ons allen de afgelopen maanden heeft beziggehouden. De verdwenen meisjes Inge en Katrien, wier foto's met verzoek om informatie deze dagen aan talloze winkelramen hangen.